Hi, en leuk dat je kijkt. Giorgio hier. En in deze video heb ik weer een Smart Egg Labyrinth puzzel voor jullie. Deze keer niveau 7, omdat ik de andere niveaus niet in de kruidvatbak kon vinden. Dus we springen direct van niveau 4 naar niveau 7. Ik ben benieuwd, ik denk dat ik het verschil hier wel enigszins ga merken. Het verschil van tussen 3 en 4 was natuurlijk niet zo heel groot. Oh, vergeet trouwens niet te abonneren op mijn kanaal als je mijn video's leuk vindt. En we gaan eens even kijken wat deze voor ons inhoudt. Oh, ik zie al wel weer wat andere rare vormpjes. Even de verpakking weer openmaken zoals ik altijd doe. Anders kan je het dus natuurlijk niet oplossen. Heerlijke verpakkingen zijn dit trouwens. Echt fantastisch. Ja. Er komt gelukkig geen troep uit. En deze heeft ook alweer een iets spannender uiterlijk dan de andere puzzels. Ik vind deze wel iets stoerder dan deze bijvoorbeeld. Een soort van dinosaurus-ei of zo, ik weet het niet. En eens even kijken, we hebben een mooi stokje er weer bij. Ook in de bijpassende kleur. Zo, nou, voor degenen die niet weten wat de bedoeling is, het stokje moet er aan de bovenkant in en aan de onderkant moet het eruit komen. Dus laten we eens even gaan kijken of we hem opgelost krijgen. Ik denk dat ik... Oh ja, hij kan hierheen. Ja. Dus zo. En hier aan deze kant kan ik nog niet zoveel nu, dus ik denk dat ik hem... door deze inkeping dus hier doorheen moet krijgen. Yes. Dan kan ik deze hier naartoe brengen. En dan kan deze ook hierin aan deze kant. Het balletje aan de binnenkant kan volgens mij nergens anders heen. Dus gaan we maar gewoon met dit weggetje mee naar beneden. Oh, en dan komt deze ook hier ergens uit. Dat is prima. Yes. En dan. En dan en dan. Waar zit de weg naar beneden? Oké, ik heb echt geen idee. Ah, kijk, als ik hem hier aan deze kant naar binnen doe, dan kom ik zo naar onderen. Oké, dan zijn we al ergens. En dan ook die andere misschien. Ah, er zit ook nog aan de binnenkant een geheime weg waar dat dingetje doorheen kan. Om hem aan de onderkant eruit getrokken te krijgen. Nou, zoals jullie... ik vind deze puzzels eigenlijk qua niveau een beetje tegenvallen. Volgens mij is de leeftijd ook... wat voor leeftijd staat er op deze dingen? 6 plus. Nou, ik ben 6 plus. Maar goed, nog een Smart Labyrinth Egg opgelost. Deze keer niveau 7. Ik heb nog niveau 8 en niveau 9 voor jullie klaarstaan. En ik... ik ben benieuwd wat die niveaus voor ons in petto hebben. Vond je deze video leuk? Geef even een... er zit hier nog een weggetje. Had ik nog niet eens gezien. Waar zit dat dan voor? Krijg ik hem nou niet eens meer terug? Oké, ik ga hem gewoon nog een keer oplossen. Zodat ik zeker weet dat ik niet per ongeluk iets gedaan heb. Zo... Sommige van die puzzels hebben dus aan de binnenkant een... Hoe kun je dat een beetje zien? Ja, de camera is een beetje moeilijk te zien. Een geheim weggetje aan de binnenkant waar je dus nog het balletje doorheen kunt halen. Om hem opgelost te krijgen. Nou, bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze video leuk? Abonneer even op mijn kanaal. En tot de volgende keer bij de volgende niveau Egg Puzzles.